Goedenavond, welkom opnieuw op deze wekelijkse webinar over de Oosterweeuw werken. Ik ben Gerlinde Dont, ben werfcommunicator bij Landis en ik ben opnieuw jullie gastvrouw vanavond. Vanavond hebben we het over deze zone, de zone van de Groenendalaan. Daar gaan we opnieuw een stukje fietspad heraanleggen naar een dubbelrichtingsfietspad. Dat doen we omdat we in deze omgeving voor heel wat hinder zullen zorgen de komende jaren. Daar kunnen we helaas niet onderuit. En het zal moeilijker worden om met de wagen in en rond Antwerpen te rijden. Vandaar dat we aandacht besteden aan alternatieven. En we willen de fietsverbinding verbeteren vanuit het oosten, vanuit Schoten, Merksem, richting de Antwerpse haven. Dus de werken die nu starten gaan daarover. Het is een nieuwe fase voor de fietspaden. Terwijl ik mijn presentatie deel, kunnen jullie misschien alvast even schrijven in de chatbox van waar jullie zijn. Dat is voor mij altijd fijn om te weten. Dus het gaat om het optimaliseren van de fietsverbindingen langs die Oosterweelwerken. En het, dit is de Groenendalaan. En het is dit fietspad, een enkelrichtingsfietspad vanuit Merksem richting Kinepolis, dat we willen dubbelrichting maken. Hoe we dat doen, dat leg ik jullie zo dadelijk uit. Nog even de werken situeren binnen de Oosterweelwerken. We hebben hier de Oosterweelverbinding met de werken op linkeroever Zwijndrecht, de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw knooppunt aan de Hogere Zeevaartschool, aan het Noordkasteel voor de verbinding naar de haven en het noorden van Antwerpen. En dan maken de kanaaltunnels de ring verder rond om aan te sluiten op het afgebroken viaduct van Merksem, want we gaan de ring daar verdiepen en het verkeer op min 1 brengen. Heel wat werken natuurlijk, en vooral voor het verkeer in die zone en in de omgeving van de Groenendalaan zal er heel wat hinder zijn. Maar het is natuurlijk de bedoeling om de infrastructuur vlotter, veiliger te maken. We moeten even op onze tanden bijten. Die even, dat is helaas wel een aantal jaren natuurlijk. Maar het heeft wel tot doel om ervoor te zorgen dat Antwerpen vlotter bereikbaar is. Niet alleen met de wagen, maar ook via het openbaar vervoer. We leggen 35 kilometer nieuwe fietspaden aan. En dankzij de eerste ringparken zorgen we ervoor dat de stadsdelen beter met elkaar verbonden worden. En dit is een voorbeeldje van die Groenendalaan, waar de ring helemaal onderdoor verdwijnt. Dus hier in het midden heeft u de Groenendalaan. En de ring die gaat hier nog volledig onderdoor, waar je vandaag het viaduct van Merksem boven de Groenendalaan zit, verdwijnt die hier. Met die ringparken realiseren we een bermenlandschap langsheen de ring. En hier gaan we zelfs met een parkbrug over de Groenendalaan om verder naar het noorden in Merksem te gaan. Heel wat werken dus die ervoor zorgen dat, dat we in die omgeving natuurlijk heel wat hinder veroorzaken. Vandaar dus de aanleg van nieuwe fietspaden of verbeterde fietspaden. En vandaag hebben we het over het stukje op de Groenendalaan tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan. We willen op die manier de fietsverbindingen optimaliseren tussen Schoten, Merksem en dan zo richting haven naar Antwerpen. De werken van de Oosterweelverbinding. Ja, we hebben hier in deze omgeving van het op- en afrittencomplex Merksem. Hè, dat is hier de ring van Antwerpen. En wij zijn op dit moment met heel wat voorbereidende werken bezig, omdat we naast de ring een nieuw viaduct gaan bouwen om het verkeer tijdelijk op te zetten. Dat is een bypass. We gaan het verkeer daarop zetten vanaf 2024, 2025. En dan kunnen we het huidige viaduct, de linkerkant, alvast afbreken
en de nieuwe verdiepte ring bouwen. Nadien wordt die bypass terug afgebroken en kunnen we het groene permalandschap langsheen de ring aanleggen. Maar we zijn momenteel dus volop bezig op die Groenendaallaan en langsheen de ring in Merksem met voorbereidende werken, zodat we vanaf volgend jaar die bypass kunnen bouwen. Op dit moment zijn in die zone de noordelijke op- en afrit afgesloten. De vaartkaai zal binnenkort hier ook afgesloten worden, zowel voor autoverkeer als fietsverkeer. Dus willen we zeker die fietsverbindingen verbeteren. Ik heb daar nog wat plannetjes van. Misschien nog even toelichten. Dit is vandaag de dag de situatie in Merksem. We hebben hier Merksem. We hebben aan de overzijde de blokken van de luchtbal hier. En dit is de Groenendaallaan centraal in beeld. De Lambrechtshoekenlaan, de Mazurenbrug hier helemaal in het noorden. En uiteraard de ring met het viaduct over het Albertkanaal. Dit is de spoorlijn richting noorden. Dat is de bestaande situatie. Wat gaan we bouwen? We gaan de ring verdiepen. Die komt volledig onder die Groenendaallaan te liggen. Volledig onderdoor. Waar op- en afritten zijn, daar moet uiteraard de ring nog wel open zijn. Dat is zo volgens de Europese tunnelwetgeving. Dus daar kan je niet overkappen. Maar verderop voorzien we wel die overkapping in de omgeving van de Groenendaallaan. En dan het doortrekken van dat bermenlandschap richting Mazurenbrug. Heel wat werken dus. Hè. En dat zorgt er dus voor dat we die fietsverbindingen gaan verbeteren. Hier zitten we aan de Groenendaallaan. Hè. Dat is richting Kinepolis. Hier in, vooraan in beeld heb je de Columbiastraat. En dit fietspad gaan we verbreden. En die werken licht ik dadelijk even toe. Dus dat zijn werken op de Groenendaallaan. Daar moet het fietsverkeer langs passeren. We zorgen voor betere doorstroming van bus en tram, voor alternatieve fietsroutes, ook uiteraard voor alternatieve routes voor het autoverkeer. En natuurlijk willen we met onze park en rides, momenteel nog onderbezet, dat weten we. Maar dat zal veranderen natuurlijk als de werken volop in uitvoering geraken. En dan zorgen we ervoor dat u kan overstappen op tram, bus, fiets en op andere deelsystemen. De samenwerking met haven, provincie, stad Antwerpen, de lijn uiteraard en ook de omliggende gemeentes. Voor de Groenendaallaan zelf willen we enerzijds de Oost-Westverbinding verbeteren. Hè, voor het verkeer van Merksem en de achterliggende gemeente Schoten onder meer richting haven, richting Noorderlaan. Om dan aan te sluiten op bijvoorbeeld de fietspaden via de Vossenschijnstraat of via het Straatsburgbrug naar de haven. Ook de Noord-Zuidverbinding willen we verbeteren. We willen de Groenendaallaan beter doen aansluiten op die F12 richting Merksem, van Merksem richting Bergen-op-Zoom of de F14 langs de spoorweg naar Essen-Roosdaal. En dan uiteraard naar het zuiden, naar de IJzerlaan-Fietsbrug richting Antwerpen. En dan krijgen we dit beeld, hè, de verbinding vanuit Schoten richting die vaartkaai. We zijn hier momenteel aan het werken in deze zone. En we gaan nu starten met te werken in deze zone. En dan willen we die fietsverbinding naar Bergen-op-Zoom-Essen verbeteren, langsheen de spoorlijn. Ook de fietsverbinding Noord-Zuid richting Noorderlaan en richting Antwerpen. En dan Oost-West Groenendaallaan, Schoten, haven van Antwerpen. Dit is even een kaartje om te laten zien hoe die F12 naar de haven verloopt. We zitten hier op de Groenendaallaan. En die loopt helemaal tot Bergen op Zoom. En dan hebben we hier de F14 naar Essen. Die passeert, die vertrekt ook aan de Groenendaallaan en die gaat dan richting Essen.
In de eerste fases hebben we de fiets oversteken aan de Ofrit Merksem en de Lambrechtshoekenlaan vernieuwd. We hebben de zuidelijke fietspad langs de Kooruit op de Groenendaallaan vernieuwd. En we zijn aan het werken daartegenover ook om het fietspad hier in deze zone te verbreden. Die werken duren nog tot juni en ondertussen starten we met nieuwe werken een beetje verder op de Groenendaallaan. Dus aan tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan gaan we hier het fietspad verbreden en het halte verplaatsen naar deze zone. En er komt een nieuwe bushalte op met een vrije ruimte. Dus nog even samenvatting. Dit fietspad tussen straatje Winterling en de Lambrechtshoekenlaan op die Groenendaallaan hebben we al dubbel richting gemaakt. We hebben de fietsoversteken hier verbeterd. We zijn bezig momenteel in fase 3 met te werken aan de noordzijde van de Groenendaallaan, waar we tussen Winterling en Lambrechtshoekenlaan het fietspad dubbel richting maken. En nu schuiven we voor de werken die op 9 mei starten, schuiven we door naar de Columbiastraat, Noorderlaan. Daartussen gaan we van het enkelrichtingsfietspad ook een dubbelrichtingsfietspad maken, om dan in de toekomst, in het najaar, verder door te schuiven richting Vossenschijnstraat voor de Kinopolis. Dat is het ontwerpplan. We hebben hier de Columbiastraat, de Groenendaallaan, de Noorderlaan. Het fietspad wordt breder. We nemen daarvoor een stukje van het voetpad in. Maar het voetpad blijft nog zeker breed genoeg voor wandelaars die bijvoorbeeld richting het station Luchtbal willen wandelen. Dus wat is de situatie vandaag? We hebben de fietsnelweg Groenendaallaan. Dat is een eenrichtingsfietspad aan de noordzijde. En we gaan dat heraanleggen naar een dubbelrichtingsfietspad. Het wordt verbreed naar 3 meter. Ook het voetpad wordt vernieuwd. De bushalte krijgt meer ruimte. Het bushokje wordt verplaatst. De bushalte zelf schuift een stukje op. En de verkeerslichten aan de Columbiastraat worden conflictvrij voor fietsers gemaakt. Het is een project waarbij Stad Antwerpen de voetpad betaald en land is het fietspad betaald. De werken starten in de week van 9 mei en duren tot aan het bouwverlof in juli. We gaan in de eerste fase de werfzone inrichten en nutswerken uitvoeren aan de Columbiastraat voor de verkeerslichten. Dan gaan we ter hoogte van het tankstation de boordstenen vernieuwen voor het voet- en fietspad. En vervolgens beginnen we met de opraak en heraanleg van het voet- en fietspad tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan. We gaan dan ook aansluitend de bushalte vernieuwen, bushalte station Luchtbal. En tot slot, op het einde, brengen we natuurlijk het asfalt aan in een onderlaag en toplaag. Tijdens de werken zullen voetgangers en fietsers niet door kunnen aan de noordzijde. Zij volgen een omleiding via de zuidzijde van de Groenendaallaan. Auto's die richting Antwerpen, die zullen een rijstrook minder hebben, omdat daar de werfzone is. En vanaf begin juli, als we bezig zijn met de aanleg van die bushalte, wordt ook nog een tweede rijstrook op de Groenendaallaan ingenomen. De Columbiastraat zal in het begin van de werken enkele dagen doodlopend zijn. Dus het verkeer rijdt dan om via de Santiagostraat. Dus het gaat enkel om het lokale verkeer van de blokken van de Luchtbal, die dan niet via de Columbiastraat zullen kunnen in- en uitrijden. Zij gaan via de Santiagostraat. Treinreizigers zullen uiteraard altijd naar het station Luchtbal kunnen. Zij kunnen het station bereiken via de zuidzijde van de Groenendaallaan ofwel via de parallelweg langs de appartementsgebouwen van de Luchtbal. En dan wil ik even aan de hand van foto's met jullie overlopen waar het precies om gaat. Dus we zijn hier aan de fietsoversteek. We bevinden ons hier op de zuidzijde van de Groenendaallaan. We gaan hier
ten noorden aan de Columbiastraat. Dit is hier de Columbiastraat. Die lichten gaan we daar aanpassen en we gaan dat kruispuntje hier ook aanpakken. Dus dit is aan de noordzijde van de Groenendalaan. We gaan daar in de Columbiastraat. We gaan daar onder meer de opstelstroken voor voetgangers. U ziet dat dat niet heel groot is hier. We gaan die verbreden, groter maken en de lichten aanpakken. Dus dat wordt hier ook vernieuwd. En dan schuiven we op verder richting Kinopolis. Hier gaan we het bushokje gaat verplaatsen naar deze zone ongeveer. En de busstrook, hier wordt het fietspad verbreed en de busstrook schuift op. Dus we krijgen daar een ruimere bushalte op vraag van de lijn die daar ook een busterminus willen voorzien. Verder schuiven we op. U ziet hier het enkelrichtingsfietspad, dus dat wordt verbreed. Een stukje van het voetpad ingenomen. Hier blijft een stukje Groenendals. En dan komen we aan het kruispunt met de Noorderlaan. En daar sluiten we dan gewoon aan op de bestaande fietspaden van de Noorderlaan. De informatie kan u binnenkort ook terugvinden op onze website. We zullen alles daarop zetten. Wil je meer weten over de Oosterweelwerken? En dan kan je dat natuurlijk terugvinden in onze projectatlas. Daar kan je volledig inzoomen op de werken. Je kan op een laptop gewoon scrollen met de muis of met de vingers inzoomen. Altijd heel mooi om te bekijken. Heb je nog vragen? Stel ze ons gerust. Het zij via de chatbox hier op de webinar, oftewel via mail op ons meld.oosterweelverbinding.be. Dan wil ik ook nog mijn collega's danken die gezorgd hebben voor de foto's, want zonder de foto's kon ik jullie natuurlijk niet de nodige uitleg geven. Dat was het voor vanavond. Onthoud dat we vanaf 9 mei de volgende fase starten voor de vernieuwing van de fietspaden op de Groenendalaan, zodanig dat je met de fiets vlot zal kunnen rijden langs onze Oosterweelwerken. Voor die werken wordt één rijstrook richting Antwerpen ingenomen. Dit was het. Bedankt opnieuw dat jullie erbij waren en tot volgende week. Tot ziens. Dag.